Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier gaat het lekker hoor. Ja, wat zit er natuurlijk onder het doosje? Dat is de vraag der vragen. Toch wil ik jullie nog even bedanken voor alle mensen die mij steunen op janroos.backmeep.org om deze fantastische reviews te maken. Want wat een kunststukjes zijn dit, hè? Zo is het ook maar weer net. janroos.backmeep.org, hier beneden staat de link. Bedankt, hè? En nu eens even kijken wat onze Achmedje heeft opgestuurd. Wat zit er onder het doosje? Rapapapapapapa. 1, 2, 3. Een doosje uit Azië, want er staat op. Ah, het is gemaakt in Hongkong, want dat staat namelijk hier erop, made in Hongkong. Er zitten pinda's in, want die staan er ook op. Powdered peanut dessert. Lekker man. Pinda poeder dessert. Sta ik net even lekker op te wachten. Oh, meerdere zakjes. Oh. Je hebt ze aan elkaar gedaan, dat is toch leuk? Hoe maak je het? Je hebt een bakkie nodig. Nou ja, dat kan ik, hè? 1, 2, vloep! Moet ik zeker ook een vorige keer om mee te roeren. 1, 2, vloep! Nou, dit lijkt me gewoon een pindapoeder. Ja, dat is ook gewoon pindapoeder. Ja, ik vind pinda's dus lekker, gezouten pinda's. Ik vind pindakaas ook lekker. Maar een pindatoetje, dat weet ik dan net niet. En dan maar roeren met een vorkie. Dit is gewoon heel duur pindawater. Ik weet niet helemaal wat hier verkeerd gaat. Het is nog steeds niet dik. Gooi het zakje in een bakkie, water erbij, na 2 minuten wordt het dikker. Nou. Ik weet niet hoor, maar hier op het fotootje heb je een soort ja, dikke pindakaasdrap. En ik heb een bakkie met pindakaaswater. Ik maak het nog wel een keer. Godverdomme. Nou, dan gaan we nog een keer. Ik heb nog wat water gekookt, het is nu bloedheet en een stuk minder. Eerst een zakje doen. Hoppa, floppy, floppy, vlee. Zo. En nou moet het verdikken wel een soort puddingje worden. Hop, kijk. Roeren, roeren, roeren. Zo, heel weinig water heb ik er nu bij gedaan. De helft van het water ingegooid dat op het doosje staat. En je wilt niet geloven, maar het wordt verdomme weer niet dik. Het is niet heel veel dikker dan de vorige keer. Staat er een uitleg hoe je het moet maken? Hou je eraan? Werkt het niet? Hou je er niet aan? Wil je nog minder water? Werkt het nog niet? Dan gaan we. Ja. Ja. Dit is lekker. Kennen jullie die suikerpinda's? Dat zijn die pinda's met zo'n gebrande suikerlaag eromheen. Dit, nou ja, drapje, smaakt er precies naar. De helft van de hele substantie bestaat uit suiker. En dat is niet zo heel erg gek, hè? En dan uit pinda's. Pinda's en suiker, met een beetje water. We hebben hier natuurlijk wel een probleempje, want ja, het smaakt lekker. Maar je zal toch ergens zitten te eten en mensen zeggen, ik heb een leuk toetje. Hier heb je... Suikerpindawater. Smakelijk. Eigenlijk wordt hier op dat doosje iets beloofd wat ze niet nakomen. Dat vindt oma Jan niet zo heel gezellig. Voor de smaak zou dit toetje een hoog cijfer krijgen. Waar net dat het dan ook ja, zeg maar iets was om in je mond te stoppen. Om op te kauwen, niet om op te drinken. Want ik wil best mijn toetjes drinken. Maar dan zit er meestal een beetje alcohol in en staat het naast een kopje koffie. Dus ja, voor de smaak zou ik een hoog cijfer geven. Maar voor deze bagger natuurlijk niet. Hey, dit toetje krijgt van mij een 5. Zonde. Helaas, pindakaas. Pindakaas. Nou, het is meer pindasoep. Godverderrie.